weer fans. Ja, deze mensen waren afgekomen op het artikel wat in de zomervakantie in de Telegraaf heeft gestaan. Dus erg leuk dat ze hier naartoe zijn gekomen voor een dagje Dordt. Dat is iedereen aan te raden. Maar vandaag is het natuurlijk wel een feestelijk dagje. Extra feestelijk tintje ook aan deze dag nu prinses Beatrix naar ons toe komt. Ja, spannend hè? Ja, het is altijd extra spannend als er iemand van de koninklijke familie op bezoek komt. En in Dordrecht zijn we gelukkig, vallen we met enige regelmaat in de prijzen. Dus dat is fijn. Het beeld, staat het er goed bij? Ja, het beeld staat er goed bij. Het moet natuurlijk nog onthuld worden. Daar komt de prinses voor. Maar ik denk dat het een beeld is waar we straks met z'n allen heel trots op kunnen zijn. Koninklijke Hoogheid, commissaris van de Koning, geachte aanwezigen. Welkom in Dordrecht. Koninklijke Hoogheid, het gemeentebestuur van Dordrecht is zeer verheugd dat u hier vandaag bij ons aanwezig bent in de stad die zo belangrijk is en is geweest voor Nederland. Als oudste en eerste stad van de graafschap Holland was Dordrecht van oudsher de aangewezen plek voor bijeenkomsten van nationaal belang. Zo werd hier in 1572 de eerste Vrije Statenvergadering gehouden. Op instigatie van de vader des vaderlands, prins Willem van Oranje, riepen de Staten van Holland zichzelf op ter vergadering, om vervolgens op revolutionaire wijze Willem van Oranje opnieuw als hun stadhouder aan te wijzen. Ze organiseerden het verzet tegen de hertog van Alva om hun vrijheid te herstellen. En ze vergaderden over de contouren van wat een nieuw Holland moest worden, waar vrijheid van godsdienst moest gaan gelden. Vandaag zijn we bijeen om het beeld van Willem van Oranje te onthullen. Het standbeeld is een verrassende creatie van de veelzijdige beeldhouwer en kunstschilder Arie Schippers. Het gedenkteken wijst naar het jaar 1572. Maar de historische stad Dordrecht is naast duizenden monumenten ook veel beeldenrijk. Maar het aantal beelden van historische figuren is nog beperkt. We hebben beelden van graaf Dirk de Vierde, Arie Scheffer en de gebroeders De Wit. Enkele jaren geleden werden we blij verrast door het initiatief van de prins Willem I Stichting. Het verzoek was om ook hier in Dordrecht een standbeeld van Willem van Oranje te plaatsen. En we zagen dit als een mooie aanvulling op de bestaande beelden, vooral ook omdat Willem van Oranje van grote betekenis is geweest voor de vorming van Nederland als onafhankelijke staat. Het standbeeld van Willem van Oranje is een tastbare verwijzing naar het verleden. Een verleden waarvan het belangrijk is om op terug te kijken, ook om het heden te begrijpen. In zijn tijd probeerde Willem van Oranje als vertuigenstaande Erasmiaan natuurlijk om te voorkomen dat scherpe politieke en godsdienstige tegenstellingen zich verhouden tot zelfs een burgeroorlog gingen ontsporen, zoals in heel Europa. Want dit was natuurlijk geen Nederlands probleem, het was een Europees probleem in allerlei landen speelden die politieke en godsdienstige tegenstellingen en in diverse landen ontaarden dat in burgeroorlog. Oké. De prins pleitte voor openheid in een tijd dat aan elkaar tegengestelde politieke en godsdienstige opvattingen uit de hand liepen. Om gemeenschapszin te behouden en eendracht te scheppen, trad hij pacificerend op en pleitte hij voor het compromis. Nou, de 10 gedenktekens die de stichting de afgelopen jaren voor Willem van Oranje oprichtte, verwijzen dus uiteindelijk naar de stichter van de Nederlandse staat, die in het Europese vorstenmodel van religievrede slechts in de beperking van de tolerantiepolitiek iets kon realiseren in Nederland. En dat is dus eigenlijk, die beperking heeft professor Nicolas Mout mij uitgelegd, is dus eigenlijk
iets tragisch. Het geeft iets tragisch aan de prins die veel meer wilde dan wat in de realiteit mogelijk was. Een monument, dat wordt brons dus. En dat heeft een fundament nodig en moet dat dan? Daar heb ik op bedacht dat het een soort plateau moest worden, zoals dit hier zo. En dan 50 centimeter boven de grond en 30 centimeter onder de grond. En daar kon er wel een bronzen beeld op staan. Dat zou niet wegzinken, want het was een groot, zwaar, betonnen blok. En toen heb ik dus thuis dit gemaakt. En ik laat hem gelijk even zien van een paar kanten. En dat was voor mij goed genoeg om het in te leveren voor de pitch met dus die andere drie kunstenaars. Het was voor mij goed genoeg omdat ik had bedacht dat het in twee kleuren moest, twee patterns, zodat het een beetje af ging staan tegen die mooie muur met die baksteentjes. En ten tweede omdat er een cape omheen gelegd was, een mooie asymmetrisch leuk hangende cape met een kraag die hier omhoog en daar niet. En dat had ik uit een boek waar edelieden in Brussel een keer langs wandelden en die hadden zo'n ding aan kledingadviezen van die tijd dus. En ten derde heb ik daar een hondje bij gezet. En dat deed het heel goed op tafel toen ik dat ding in mijn woonkamer had. En, iedereen vond het wel een leuk beeldje, maar toen er eenmaal een hondje bij stond, toen vond iedereen dat zo ontzettend leuk. Ik kon er niet meer vanaf. Wil jij proberen de prinses een bloemetje te geven? Gaat het lukken, denk je? Weet je het niet. Wat zijn het voor bloemen? Rozen. Zelf gekocht? Met papa. Papa heeft ze betaald. Nou, hopen dat het gaat lukken. Ik moet van mijn hart roepen straks naar de prinses. Nou, daar heeft u dan 2,5 uur op staan te wachten. Ja, niks te zien. Nee, schandalig is het. Ja. Maar wat vindt u van het beeld? Ja, het is een prachtig beeld. Maar het had leuker geweest als we de foto's ervan hadden gehad. We hebben 2,5 uur staan wachten hier. U baalt een beetje? Ja, baalt behoorlijk. En een meisje dat wilde bloemen geven, dat mocht ook al niet. Nee, wat is dat nou toch? Hey meisje, ben je zo verdrietig? Vertel eens, wat wilde je? Zo is het heel erg verdrietig. Gaat papa het nu vertellen? Wat is het probleem? Ik wilde graag de bloemen geven, maar dat mocht niet. Dus ja, heel vervelend. Ik had een speciaal bloem uitgekozen en die mocht ze niet geven. Wat vind je ervan? Ja, leuk toch? Ja, mooi beeld? Ja, zeker een mooi beeld. Ja, mijn collega's die hebben, of mijn oude collega's die hebben het voetstuk gemaakt hier. Dus die zeiden het net ook tegen mij. Mijn moeder wou erin, dus ik denk, ja, dan ga ik wel mijn moeder even erin. Ja. Mijn moeder staat naast u? Ja, zeker. Ja, dan ga ik even vragen hoor aan moeders. Vindt u het mooi? Ja, ik vind het wel leuk. Ik heb een glimp van er gezien, dus... En de koningin weer eens in de stad. Oh ja, ik zeg het helemaal verkeerd. Natuurlijk is geen koningin meer, hè. De prinses weer eens in de stad. Ja, en jullie stonden er allemaal voor. Als ik foto's kunnen maken. Als ik nu even buk en u kijkt naar het beeld, wat vindt u ervan? Nou ja, ik wou er een foto van maken, maar er staan nog zoveel mensen voor. Gaat u toch lekker bovenop het hek staan, dan lukt het wel. Nee, dat durf ik niet. Meneer Thams, u bent voorzitter van de Schenker, de stichting die het beeld heeft geschonken. U heeft waarschijnlijk ook meegekregen dat er nogal wat weerstand was in de stad, hè?
Onder andere vakgenoten van u. Ja. Historici zeggen, ja, dat beeld is niet gepast. Wat vindt u van die kritiek? Nee, dat is eigenlijk een misverstand. Want kijk, je kunt zeggen, er zit 100 jaar tussen. Maar ik heb net in de kerk uitgelegd, de aanhangers van Johan de Witt prijzen Johan de Witt om zijn godsdienstvrijheid. En zeggen, kijk, hij bouwt voort op de monumenten van Willem van Oranje. Want over Willem van Oranje geen kwaad woord. Die was inderdaad een voorbeeld van godsdienstvrijheid, zelfs verdraagzaamheid. Met andere woorden, dat bijt elkaar helemaal niet. En dus in elk geval, dus de aanhangers van de Witt zelf zeiden dus van Willem van Oranje is oké, maar de latere, daar hebben we niks mee te maken. Dus dit past heel goed in Dordrecht, dus het hoeft helemaal niet elkaar te bijten. En wat zegt u tegen vakgenoten die zeggen, ja, hij had heel erg weinig met Dordrecht? Nou, dat is niet waar. De eerste heiligavondmaal gebruikte hij hier. En zijn bruiloftsmaaltijd heeft hij hier gebruikt. Een van zijn kinderen is hier gedoopt. En ik kwam hier voor alle statenvergaderingen later. Ik kwam hier in die Berkenpoort. Dus hij sleet hier de grond plat in Dordrecht. Dus hij heeft van allerlei met Dordrecht gehad. Het beeld hoort hier? Ja, nee, het hoort hier op deze plek ook. Want hij kiest de plekken namelijk, hè. Dus het is ook een doelmatige plek. Op een steenworp afstand van de plek waar dat in 1572 de vergadering is gehouden. Ja, maar ook daarna, elk jaar daarna komt hij hier weer één of twee keer voor vergaderingen van de Staten. Het gaat eenvoudig zo door. Want die Dode Hollandse vergadering die is uitermate belangrijk voor hem en hij is belangrijk voor hen. Kijk, hij geeft status aan een statenvergadering en de statenvergadering geeft hem geld. Samengevat, het beeld is hier letterlijk en figuurlijk op zijn plek? Ja, het is volkomen op zijn plek, ja. Maar die Schippers, ja, daar staat uw schepping. Staat hij een beetje op zijn plek? Ja, hij staat precies waar hij hoort. Het is echt op de millimeter nauwkeurig terechtgekomen. En met een hondje? Een hondje, ja. Ja, dat hondje in Delft symboliseert trouw, maar het hondje bij u, hetzelfde hondje, symboliseert nu wat anders. Ja, die symboliseert in dit geval die 11 steden die gevraagd hebben om aandacht en of hij hun baasje wilde worden. Zo is dat. Het waren er 12 trouwens. Hè? Het waren er 12 steden. Ja, de een zegt 10, de ander zegt 11. Ja, u heeft ze er zelf in gebeeldhouwd. Ja, dat zijn er 11. Tel ze nog maar. Missen we er dan één? Niet mij van de wijs afbrengen. 11. 12 met Dordrecht erbij? Nee, 12. 13. Nee, 15. We gaan er geen potje van maken. Is het leuk, zo'n opdracht? Dat is fantastisch en dat is een hele eer. Dit is natuurlijk niet het eerste beeld dat u gemaakt heeft. Nee. Ik heb ook een monument gemaakt voor Nelson Mandela in Den Haag. En nog zo hier en daar wat. En het is met gejuich onthaald? Alhoewel, ja, dat is wel heel fijn. Heeft u wel iets van meegekregen? Er was wat gemopper in de stad. Daar heb ik van gehoord, maar ja, ik ben niet degene die dat aanneemt. Hè. Ik ben degene die maakt. Je kan ook niet aan de loodgieter vragen wat is uw politieke overtuiging. En ik heb daar geen mening over. Nou, hij staat in ieder geval niet naast Johan en Cornelis de Witt. Dat scheelt. Nee, maar Johan de Witt heb ik ook een beeld van gemaakt. En dat is, ik heb die man heel hoog. Dat is een fantastische man. Wanneer hebben ze allebei maar in Dordrecht? Ja, nou, daar kunnen jullie trots op zijn. Standbeeld van Willem van Oranje is onthuld. De namen van de 12 opstandige steden uit 1572 staan erop. Althans, ik mis één van de 12. En de burgemeester van Oudewater staat hier voor me. U zocht vergeefs naar uw eigen plaatsnaam. Nou, laat ik eerst Dordrecht van harte feliciteren met dit fantastische standbeeld. Met aandacht voor 1572. Het is heel belangrijk om daar over na te denken en dat door te geven aan de nieuwe generatie. Maar ja, ik ben met u eens. We gingen op zoek naar van waar staat Oudewater nu. En ik zie wel Gouda staan. Daar ben ik eerlijk gezegd wel heel blij mee. Want dat was uw nieuwe stad. Daar wordt u burgemeester. Daar hoop ik over een maand geïnstalleerd te worden. Maar ja, Oudewater hoort er wel al sinds 1572 bij. En ik denk dat er nog een uitdaging ligt. We noemen dat geloof ik op z'n Hollands toch gewoon een blunder. Vraagt u het na hier? U kunt wel om lachen. Ja, natuurlijk. Ja, geschiedenis. Iets wat je altijd moet verfijnen en verbeteren, dus dat gaan we ook doen hier. Ja, de geschiedenis is hier in ieder geval niet dood. Hier moet nog iets levends gaan gebeuren. Er moet hier nog wat gehakt worden. Op het hoekje past Oudewater ongetwijfeld. U heeft het al uitgemeten? Ik heb er geen verstand van, maar het gaat vast lukken. Nou ja, Gouda staat er in ieder geval wel op. Nou, we toch nog een beetje tevreden naar huis. Zeker, en enorme opkomst vanmiddag. En met een goede sfeer. Dit is echt een goede betekenisvolle stap in Dordrecht.